Nou, één die groep is al voorbij, omdat we net eigenlijk het anders aan het doen waren. Wij zijn Eduard, zeg over het Gettenheersdienst. Ja, hier is Eduard. Ah, en ik ben Carmen. En Oostman was Toos. Zullen we toch bilotten? Dat is het maar even bilotten, ja. We kijken naar de kinderoptocht van de Chansmakers in Roggel en daar kun je meetje langs. Ja, stop. Ja, ja. Oeh, er komen een paar heel ooi kinderen. Oeh, ja, ooi kinderen bestaan die. Ga eens op de chans. Ja. Oh, het heeft ook nog een ruk. Ja, 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 maar dat kun je misschien van al dat gaas wat roet, maar het is toch een beetje een rare lichaamspositie, zeg maar. Doe maar even de hoed op. Ja. We hebben een klein geitje in een optocht, maar daar komen we overeind, denk ik. Hoop ik. Die van het gaas, denk ik trouwens, dat vroeger alles beter was. Zijn we toen benend? Nee. Wie Jos Pieters wordt, zag vroeger kost alles beter. Oh, wat genuanceerd. Ja. Ja. Dat was dan ook niet van de chance, dat was van de Blenkert. Ja. Jos Pieters werd zo van Frans van Zwartenaar, toch? Ja, ja. Ja, ja, nogal dat zeker, denk ik. Maar, ja. Ja, goed, dan zijn we in hetzelfde beltje schrikken. Overigens, onze visagie is gemaakt door Mien Hendricks. Dat moesten we zeker 6 keer zeggen. Dus dit is de eerste keer Mien Hendricks. Atelier Mien op 13 op het strubben. Ja. Dan komt je. Niet stilstaan, maar met gewoon. Mm-hmm. Ah, leuk. Ja. Prachtige wagen met allemaal prinsjes. Maar toch wel een paar prinsessen, gelukkig. Ja. Dat had ze net weer rap gezien. Ja, ja. Dat hebben mannen toch, hè? Er zit toch samen die vrouw niet. Gaas op een chance. Ja. Oh, mijn god, op een chance. Nou, super. En niks laten zitten. Ja. Oh, dat is de volgende alweer. Ja. Schoon kleuren. Ja, gaas op een chance. Zeer grote groepen. Allemaal prinsessen en prinsen, inderdaad. En dan was er net 6 niks laten zitten met een tamelijk groot waterpistool erbij. Hartstikke leuk. Ze lopen ook allemaal zo vrolijk en ze hebben er allemaal zin aan. Hè? Ja, ja. Maar het is ook prachtig. We hebben natuurlijk voor de optocht. Ja, dat is gewoon hartstikke schoon niet. Ja. Nou, dan hebben we weer gaas op een chance. Oké. Mooi wagentje. Knalgaas, ja. Oh ja. Het klinkt wel een beetje op zo'n ouderwetse gaasvest. Ja, dat is... Ja. Dat is aanschuwd op het gaas comfort. Ja. Zodat men niet gaat knallen dadelijk. Ja, daar zien die eigenlijk wel voor. Het is natuurlijk een leuk dansje op hier. Ja. In om te swingen die van dat knalgaas. Ja. Dat is natuurlijk ook zo'n knalfeuf. Ja. Ik weet wel nog als we vroeger de kinderoptocht metliepen, dat ze dan in het begin heel enthousiast voor zijn, maar denk ik, hoe mooi. Ja. Maar ik hoop dat ze een betere conditie hebben dan zich vroeger. Ja, dat denk ik wel. Wat dank je. Dat is misschien een beetje afval van de hele komende. Ja, nou ja, ik bedoel, laten we natuurlijk gewoon je. Trouwens. Niet verdreden bedankt. Ja, dames en heren, wij woonden vroeger op een Meulenweg, bij de familie Nazarski. En toen dus pakte hij in zijn grote invallen, hij een keer een rikscha gebouwd. Met zo'n ding waar ze een Indonesiër gaat met rondrijden en zo. De rikscha werd er immers getrokken, soort handkar en een man met het tenden, met de rikscha en een voorbewegen. Nou is pap zich bedacht dat mijn broer dat hier ter rechterzijde zit, die moest de rikscha vooruit trekken en ik mocht erin zitten. Hoe leuk is dat? Ja, dat was dus precies toen ik bedoelde dat ik in het heel enthousiast was en dan ben ik nu aan de koemug. Vooral ook omdat er Sarah om. Echt toen aan, moest hij zakken die altijd af. Dus dat... En dan was ze 7 jaar of zo en dan is het, ja, dan is het leven toch helder. 7 jaar aan de Sarah omzak, ja. Dat is niet fijn. Ja. En toen kost het al niet eens appen om te zeggen Sarah omzak, ja, nee. Maar als we nu even verder kijken, dan zien we een beeldje. Een hele jonge prins in een skelter met ook weer gaas op de chance. Oh, leuk, ja. Ja. En dan ga je dadelijk een enorme speut gaas geven. Dat zou aan het ganse wijzen. Wijzen, ja. En nu is er een opperste concentratie. Oh, wacht, dan krijg je nog even een motiverende speech. Moeder / coach. Ja.
kieken natuurlijk allemaal vol spanning. Ja, ja, het zit al te trappelen. Ja, ja, ja. Ja. En heng, begint het. Nee, ja. Nog niet. Kim Mikveurs en de Prins en de fan is van Max Verstappen. Ja, dat zou ik me zomaar kunnen voorstellen. Ja. Ik zal niet gaan te lang tot ik tussen de wielen zit met z'n keer. Kijk, dat coach daar, je dacht niks hier, hoor. Ik vermoed van wel. Hebben we wel even natuurlijk woord gezag overigens, daar het niet, hè? Dat doen we in ieder geval niet. Nee, ja. Nee, dan hoor ik dat zo. Ja. Ik doe het toen met een versterking goed aan en een buddy grappig. Nou, hoop ik dat vanmiddag nog gaat lukken. Maar... Oei, oh, jee. Nou, kom op, geen gaten en een optocht. Dit is toch, hè? Even kijken. Veel wagen 6. Ja. Er zijn wat toeschouwers die denken dat ze ons in beeld stond, maar dat is gelukkig niet zo, want we zien hier op een mooie toch. Zien we geweldig wat er te doen is. Veel plezier. Ja. Ze waren hier al sociaal. En trouwens, een van de dingen die nu veel beter zijn als vroeger, de vroegste net, dat is natuurlijk dat ze dit soort dingen op zo'n fantastische manier kunnen filmen. Ja, dat ze die beeldjurups. Ja. Nou, wat onveranderd is, is dat er natuurlijk steeds gaat er een optocht zitten, maar dat wordt zo'n beetje bij, denk ik. Maybe. Ja, Henk Levers en die team. Wat is het te sleutelen? Dat ding je. We hebben die hele morgen zitten te sleutelen om dit allemaal goede kwaliteit te krijgen. En voor de mensen die denken, D&D hij dit ook moeten zien nu op beeldje. Nou, het werd morgen vanaf 30:30 herhaald. Aha. Op de van de chancemakers. Als alles goed gaat, mag ik er wel even bij zijn. Ja, altijd maar afwachten natuurlijk. Met alles. Ik wil even mijn hoorn opgraven en de mensen een beetje naartoe zo. Dat vinden mensen boeddoen interessant natuurlijk. Eén klein windvleugje en direct weet je alles af. Nou ja, dat hoort zo ook niet. Ah, kijk eens. We zijn geconfronteerd dus met het eerste gaat in de optocht. Het gaat in de optocht, hij heeft dingen voor verzonnen. Bijvoorbeeld eerder wat hij voorbereid had, wat hij ooit gedaan was om te vertellen, toch? Ja, dat was wel gevraagd. Maar eerlijk gezegd dacht ik dat zou wel loslopen en komen. Dat is wel een punt, ja. Ja, ja. We kunnen het een beetje meer vertellen van de Jutsi Jansen of zo. Normaal gesproken was op zondag de dag van Jutsi Jansen. Nu hebben we oostnaamswijze gisteren voor het eerst niet metgenomen. En ik kan me bijvoorbeeld herinneren met z'n dit. We hebben gisteren überhaupt met een Jutske Bellen Roggel. Ja, tuurlijk weet ik dat nog. Tenminste, dat ding was wat zouden bedoelen. Dat we toen met Jos Pieters en Henny van den Beuk overreden aan Lisette Telen. Ja, ik dacht zelfs dat de eerste lichting was Lisette Telen met een rammele Jean. Ja. Dich, Jos en ik zag de gek. Ja, dat is gelijk. En dan breiden we dat een breiden beetje we goed. Dat geleidelijk goed en later breiden we dat weer af. Maar, de vinden we zo diverse steken ook. Ja, maar ja. We hebben toch wel een aantal zo'n dingen gedaan. Vond je? Hey, maar Marie. Stop, hold it right there. Ja. Gaas op een chance is verroerend gewoon. Ja. En dan zie je een mandje, komt wel tegen het wiel, maar toch niet terug. Oh, wat fijn dat ze ervoor. We zullen ze even voor hem applaudisseren. Ja, want dat er dadelijk niet over de kop vliegt. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee.
Ja, maar die van de Chance in welk jaar gewint je? Ja, die in welk jaar gewint natuurlijk. Maar deze heeft nog een supersonisch aerodynamisch voorfront. Dus dat gaat ook lekker. Mm-hmm, mm-hmm. Vind ik toch leuk gedaan. Allemaal leuk versierd ook. Ja. En ja, diverse prinsen. Een grote grote buur Chance achterop. Ja. Dat is ook maar allemaal leuk gedaan. Hey. Ja? En Dokkumtsch. Daar steek het weer niet zo over, maar ik heb niet de indruk dat die bij de optocht huren. Dat is op zichzelf toch wel, denk ik, dat ze erbij willen. Oh. Misschien, ze hebben in ieder geval geen optochtnummer, maar misschien willen ze dat ook niet. Nee. Ze lopen wel veilig. Ze lopen. Ja, ze winken ook heel vriendelijk. Ja. Hoi, hoi. En die komen zien, was dat de bedoeling? Hallo samen. Ja, maar Liv? Ja, kom maar vragen, ja. Brengt niet een, jawel, gezien, ja, brengt de nek niet over de kabels? Ja. Zeker. Welke neug? Wat zit je met de schermen aan doen? Ja. Ja. Zeg, we gaan even verder met de optocht. Als je dit goed vindt. We trekken al 60 jaar samen de kers in wie. We trekken al 60 jaar samen de kerk. Ja. Oh, wat leuk. Heel dik gevlochten touw. Dat vind ik wel leuk, maar ik moet hier gaan doen. Ik zit vast aan de kabel. Veel plezier. Ik moet je meedoen met de buurt, dat vond ik heel leuk. Maar dat zit, ja. Ja, dat lukt niet. Dat is ook een beetje chaotisch als mensen die gaan zien uit de presentatie halen. Maar hier, ze trekken samen de kerk. Oh. En ze hebben er zin in, gelukkig, een schone wagen zeg. Ja, prachtig. Van die grote wielen, ja. Inderdaad. Iedereen die vroeger in die kooiboogfilms altijd andersom, hè? Nu nog, volgens mij. Alleen kiekschermen is wel kooiboogfilms. Ik wel. De rest is allemaal niet de maat te zien. Nou, hartstikke leuk. Dit is gewoon de metkomen doen. Nou, dus waardeer ik toch wel erg. Ja, we werden zo naar gewaardeerd, ja. Zullen we zeggen, nummer 2 komt eraan. De broed heeft ons laten zitten. Nou, dat is een trieste boel. Ja. Dat is ook een angstig lege wagen. Geen broed. Ja, maar de bruidegom kijkt een beetje strak, hè. Ik denk dat de man op de tractor is. Maar hij huilt niet. Hij huilt niet. En op een foto stond ze in ieder geval goed op. Oh, er komen weer een hoop skelters en een hoop... Allemaal hele leuke schattige avondschatten. Heel erg leuk. Allemaal vrolijke mensen. De bruiloftskasten drinken er zo te zeggen pilsje minder op. Ja, zo te zeggen. Pot. Nee. Ja. Helemaal goed. Ja, klein prinske. Ja. Wat schattig. Nou, hartstikke leuk. Geweldig. Prachtig. Wat ben ik blij dat je in de jury zit, zeg. Want ik heb me de winnaar al gescoord. Dat liep me toen vroeg, want er komen 60 wagens of deelnemers. Ja, maar ik ben altijd heel snel. Om dat nummer 3 te zeggen, die nummer 2 is een beetje voorbarig. Een beetje snel. Hoi. Ik vind dat ze er bieden. Ja, nu... dadelijk komt de jury van het LVK 2024, maar ik geloof dat die niet durven, want het is weer... Nee, maar dat kan ik me voorstellen, want dat is ook altijd een hoop. Dat is een hoop gedoen over geweest, ja. En wat ze de LVK, ja, de publieksprijs is gewoon naar een ander nummer gegaan als wat eigenlijk officieel voor met zijn gewonnenheid, dus dat is een beetje stom. Ja, maar ja. De jury heeft misschien net ook geen andere dingen, of weet ik veel, eigenlijk allemaal niet. Dat zag immers met dat boentje de oventje of dat boentje met ik van senior. Was trouwens ook was, hoewel toch niet echt senior, maar ja. Wel, dat ze leeft hier. Ja, maar ik ben junior, dat was junior. Nee, dat was een senior, want een senior, de andere is weg. Oh ja. Zo, nou, mensen kijken de vorige, ja. Ja, nauwelijks, maar dat is nog in ieder geval alleen, alsof ze doen bij zo'n LVK 1 of 2 bus, dat merk ik niet zo goed als ze met zo'n leedje had. En laten we het ons bijhouden. Oh ja. Waren dat niet te halen, zoals zengers die dat zeiden? Ja, maar die zongen gaat lang, vond je. Maar daar is in ieder geval gelegen. Ja. Ja, hoe meer spreekt hij tussen Chris, hoe meer dat er wel eens gaat tussen zit wat goed is. Hè? Ja, dat hopen we dan voor zo. Maar
Nou, hartstikke leuk. Kun je een flinke grote wagen. Ja. Het eerste woord wat ik zie is al af. En het tweede ook al af. Oké. Okay. Ja, al af, maar... Werd niet voor een diepte interview, want ik weet nog niet helemaal precies. Ja, de jeugd Jansenbergers, hè? Ja, 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 ja. De jeugdprins staat er hoog boven in de lucht. Dan zullen we een schoor op kunnen zwijgen. Hey, jeugdprins. Hoi, 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 hoi. Een zwarte truc, ja. En de algehele rood. Nou, die wonen flink tegenaan. Dat kunnen ze toch wel zeggen. Ja, die zijn ook keiactief. Die hele vereniging. Wat natuurlijk heel essentieel is dat een vastelopersvereniging, dat die ook de jeugdgans metneemt. En dat is heel goed gelukt met de jeugd, met die jeugdgansenmakers. Ja, want ik kan zo zien dat over een jaar of 10 dan gewoon die er flink tegenaan ook. Dan nemen die dat over. Ja. Ja. Wordt heel goed dus. Ik zie trouwens ook de gezamenlijke kasteleens door overvallen door Philip Innenbegeuk, want die sponsor wat natuurlijk heel slim is. En sponsoren die met bier? Ja, die sponsoren met haar wagen natuurlijk, met de faciliteiten. Oh ja, ja. En dat beer, ja, dat vragen we nog. Nou, op zich interessant. Ja, toen weer 14, 15, we dronken natuurlijk ook nog beer met carnaval. Ja. Goed carnaval. Toen was het anders, hè. Toen was het nog niet zo precies aan banden gelegd. Ja. Ja, mijn kind is 18 geloord van de dronkst toch ook veel beer voordat ze 18 was. Mm-hmm. Ja, kind zijn ogen, wie slim dat anders was geweest. Ah oh, ja, ik weet niet of dat die toezichtje, dit nee, soort maar ja, 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 dat soort kal, maar ja. Hé, hey, dan kom je op de fiets. Dat ligt niet meer aan het optochtcomité. Hey! Nou, in ieder geval de straal in de log. Ja, Wimboenen. Ja. En toen is er weer een jaar een optocht, dus dan kunnen we nog even leuk doorgaan naar van de Joekskapel. Want ik kan me herinneren dat in het begin waren toen zaten harmoniekers, heet dat nog, en Joekskapel, die waren vroeger, oma verteld, waren die nog niet zo in, hè? Nee. Er was zelfs een rogopine op een kind. En toen zei wij konden bijna niks spelen, want wij een trompetje en toen bloos misschien wel saxofoon of zo. En ik deed dan op een trom, dus we konden maar een paar nummers die heel eenvoudig worden. En we konden bijvoorbeeld zo'n goede hebben wij nog niet gehad, komen we dan met binnen. Ook omdat we wisten dat als we een woord of 10 gespeeld, ja, dat zo staat een beetje naar boven te kijken. Dus dan deden we maar zo'n goede hebben wij nog niet gehad. Ja. En ja, ik weet dat ze bijvoorbeeld bij de bekker dat toch een beetje keken, alsof ze dachten, nou... Ja, maar dan gingen ze ook als we op het in van de oven, als het binnen ons loopt, als wij dan op een toffel gingen staan en het weer van een keer voor 3 uur gingen spelen. Dat werd ook niet altijd gewaardeerd, maar dat was toch leuk om te doen. Ja, wij vonden dat zelf wel leuk, joh. De rest misschien toch niet zo. Maar goed, en later is dat allemaal een beetje uitgebouwd, nou, andere grotere clubs. Ja, een van de shortste dingen was toen we met doedelzakken speelden, shorts en shape voor we toen. Mm-hmm. En daar hebben we ons echt de barsten voor geoefend. Jos en Monique Geurjoog en ons pap en ik. Mm-hmm. Eigenlijk op doedelzak cursus geweest zelfs. Mm-hmm. En om zo'n ding te kunnen blozen, dat was vreemd moeilijk. Maar toen hebben we een hele schone avond. Ja. En trouwens, wij en alleen, dat was echt, ik weet nog wie goed was toen de finale. Mm-hmm. Dat was echt stap en stap vol op de korrel, vind ik wel. En ja, je wordt echt berenleuk. Ja, inderdaad. En wie heten we? Shots and Chief. Ja. Ja, en zo is het gebleven. Ja. die jury hebben ze nog steeds niet gezien. Of we hebben even niet opgelet, maar dat geloof ik niet. Mm-hmm. Die staan op cruciale plekken. Nee, de jury van wat hier staat. De LVK-jury 2024. Die zul je... Ja. Op een randje moeten komen. Mm-hmm. Maar misschien hebben die zich teruggetrokken of zo. Ja. Men weet het net. Ik in ieder geval. Ja. Ik zie in de verte. En jury. Zie ik een kerkje weer. Ja. Ja, daar komen ze. Oh, oh ja. Dit is een herkenbaar muziekje van het LVK. Dus ziet er doen dat ze tot nu toe weer aankomen. Ja, ja. Die lopen natuurlijk ook redelijk enthousiast. We kennen nu nog niet zien of ze teksten of een peruk hebben staan. Mm-hmm.
Maar dat is even verrast door wat. Nou, hangende tas, alles in de middentas en nog zie je ja, zie het beetje geloof ik. Oh. Ja. Ja, we zijn een beetje op het scherm nu, een beetje in de verte, maar... 16 punt, ja. Nou, zo zijn ze er nog blij mee. Pam, pam, pam. Maar Spiegel van hebben we dus officieel gewonnen, maar dit liedje weer ik wil eigenlijk iedereen en overal met gezongen. Ja, zo'n... En een lekker balkan. Energiek, vrolijk liedje, ja. Ja. LVK, jee. Ja, nu lopen ze flink snel. Ja. Yo! Nou, Kevick. Ja. En ook eigen puntje maakt, hè. Dat is de opdracht ook voor hij voor een keertje geluk te laten huren. Ja, dat is hij weer. Maar ja, LVK is natuurlijk ook van die een beetje de inkomende elitewedstrijd doet. Dat is een enorm evenement, hè? Ja. En ook heel veel mensen aan meedoen. Ja, maar dat is alleen maar short, toch? Ja, dat is echt... ik wil heel veel liedjes maken als muzikanten. En mensen die kunnen performen in de provincie. Ja, ja. Echt chic. Ja, precies. De vrienden vinden het wel lekker van die vakjury van de LVK. Daar is het toch. Hey. Nou, die man had de chance ervoor in, dat kunnen we toch wel zeggen. Ja. Ik moet er even aan denken dat... dit zijn de mensen dus. Ja. Oké. Nou, iedereen kijkt op de volgende wagen, groep. Wat zal het ja, wel, wat zal het zijn? Wij ook, zeker. Hallo meisje. Meisjes. Hallo ja. Ander meisje. Ja, die hebben een druk. Ja. Ja. Iedereen heeft een druk. Het is 2024. Ja. Iedereen heeft een druk. Behalve wij nog even. Ja, we... een chance, denk ik. Ik heb toch een beetje voor dat je gewoon wel stil aan. Kan je verder. Ja. Dag mensen naast de kant. Ja. Net zo even ergens puur als u wil. Ja, men kijkt wat is de volgende. En volgens ons liedje is dat Oort en Gries. Mm-hmm. Nou, we hebben hier een zon overgoten plaats boete. Ja. Fantastisch. De zon is zo lekker doorgekomen. Het is eigenlijk wat jammer dat we niet meer zoveel gesminkt hebben. Dan is het weer de gang groen. Elk voordeel heeft een nadeel. Ja, dat is natuurlijk ook al. Dat ze dan half februari dat ze de boetes is en dat ze groen was. Ja. Ook, het klimaat is dat misschien te anders, maar het is vandaag het ontzettend goed. Het komt heel goed, ja. Zeker. Maar ja, nu komt Oort en Gries, tenminste dat hopen we dan maar. Want we zijn nog vreemd weinig. Ja. Vallen die ook soms niet zo op, hè, Oort en Gries. Wel. Niet, ik kan echt thuis maar even een tas koffie bakken of zo, of een wafel. Of een stuk vlaai, want met, dit kind even. Aha! Ah. Wie moeten we daar hebben? Oort en Gries, willig genieten en niks laten zitten. Kijk, tada! Tada!
En gelijk hebben we. En gelijk hebben we, maar... Dat is ook leuk. En als een beetje hetzelfde leven hebt, zo iedereen gewoon met uit. Zo'n heel jong kindje wat nog op de arm zit. En Orlan Gries die zich ook helemaal komt formeren aan de spreuk van de prins. Ach, wat schoon. Ik heb toch alleen maar Truus in? Ja, dat is Truus, ja. Ah, Truus. Hoi. Wat schoon. Ja. Ja, hartstikke schoon. En ook schoon, schoon om het te doen, zo. Ja. Nou, hartstikke goed. Juffrouw Truus weer aanwezig. Zelf weer gaan bedanken aan een eigen knutseltje. Dat zit toch. De Eindzorgjagers. Nou, na de wijzeraadgevingen van juffrouw Truus... We gaan weer lekker verder. Ja, we kijken nog. Klopt. Dus. Je kunt dit, ja, dat geeft. Ja, inderdaad. Je moet alleen maar betalen. Nog nooit, maar daar is voor de optocht van over. Even bezig uit. Oh, dat denk ik wel. Oh, polsbandjes voor de matinee. Daar zag het gaat over. Ja, ja. Ja. Oh, daar komt een Barbie Brils. Barbie Brils? Ja, dat zit op Barbie Brils. Barbie Brils. Ah, oh, Barbie Brils. Ja, ja. Oké. Okay. Snap ze hem? Bino. Wij zoeken het nieuwe gezicht, voor achter de Barbie Brils. Ah. Dat is een vandaag gedacht. Nou, dat kende op het tractor zit je, dat krijg je al sowieso een prijs, vind je. Godverdomme. Het is stevig geweldig, dat hoor. Barbie. Jullie zijn er wel moedig hoe het zo noemt. Ja, ja. Die, ik heb de Barbie film ook gezien. Ja, 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 ik ook. Ja. Oh, zo, ja, ik vond Jontana zinnig. Hoi Barbie. Barbie Brils, nou, ik kan me voorstellen dat ze erg hebben gelachen omdat ze dit zelf allemaal in het jaar hebben gehangen. Ja, 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 ja. Dat is nog een leertje aan doen. Mm-hmm. Barbecue. En dan via Barbies met de rollator. Uiteraard. Ja. We hebben net gezien dat ze overal een met moest doen. Over Snow en Griesbus. Ja. Zin met de oort voor Barbie Brils. Nee, ben ik toen verneerd, maar ja, dat... Da 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 da. Godverdomme. Ah. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Dat vind ik nog een heel goed idee. Dat weggaat van die... Ken, wat gezellig. Ja, Ken, ja. Dames en heren, we werden getrakteerd op een heerlijk achtig schuimpje. Schuimpje, een soort marshmallow, maar ook... Er was erg goed in de film, Ken, trouwens. Candy. Leuk bedacht. Ja. Het was zo te krom, die Candy. Prima, Barbie girl. Ja, een beetje wel, ja. Springt je het glazuur van de tijd? Ja, dat is ook die Candy. Hallo. Ja. Komen nog een paar van die gezellige types? Ja, die zijn ook wel heel gezellig. Mm-hmm. En de Barbie film trouwens, zei het Ken, een redelijk geëmancipeerde rol. Het is Barbie zelf ook.
Naar een wedstrijd. Ik koos naar Barbie of naar Oppenheimer. Heb ik toch nog voor Barbie gekozen. Die terecht in de 17. Maar het is ook nog alle beken nu. Ik kijk in twee films tegelijk. Ah, ja mensen, dit moet ik nu al 60 jaar metmaken. Dank voor het afwakken. Nou, we hebben gewoon naar de volgende, nummer 6. Mm-hmm. New Kids. New Kids on the Block. VC Vriendenclub De Boerenkinkels. Oké. Met een groot glas beer. Uiteraard. En dan kunt ze pillen kopen. Ja. Komt dadelijk in beeld, denk ik. Ja, nu ze gaat pillen, ja. Nou, die hebben er ook zin in. Een klein beetje toch om de zeg maar de geestverruimende middelen. Met de boeren om Maaskantje toeren. Oh. Nou, eigenlijk was het sfeer er enorm goed in. Ja. En ja. Tartaria uit Pijntje, ja, ook fijn. Even gaat op die eten, het is misschien ook weinig als je daar, maar ik aan de pillen wil en aan de drankjes dus, drankjes zo. Ja, maar die jongens van Maaskantje zitten natuurlijk wel heel erg aan de drank en aan de pillen. Maar hier werd het nog met, geloof ik. Dus een goed idee. Ah ja, dat is hier nog niet hoor. Nee. We zullen er wel zin in hebben. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen veel plezier. Ja. De Maaskantjes. Ja, dat is nog altijd goed. De Maaskantje moeten, dan moeten ze nog wel in. Ja, dat is ook wel. Ja. We kijken naar de volgende. Dat is Dietse Bocher, maar ook après ski. Ah. Wil ze de gegevens te goed te doen? Op dit moment niet. Oh, nou, dan zijn er een goede vinger, koos. Ja. Oh, misschien aan tante Maria. Goedjes. Zit je dan toe eens te kijken? Dat zou ik kennen. Maar die kan toch wel best doen? Nou ja, we kunnen wel eens boertjes doen natuurlijk. Dietse Bocher, ja. Après ski. Als deze wagen voor bier trekt, dan kunnen we even niks zeggen. Begrijpen we van de regie dat we niet aan het muziek aan moeten toeten. Tot nu toe wel dit met, Cedric. En dingen zijn net te klop. Verder was het lopend, laten wij de après-ski zitten. Dat niet heel verstandig. Maar dat is wel raar. Want de pret zet niks van te zitten. Ja, maar wel de après-ski. Anders heb je geen carnaval. Die gewoon een flink tegenaan. Zo. Tegenaan voor ons dit in beeld. Sluit Maria van Beuk. Maar wel voor een goed doel. Wel voor een heel goed doel, ja. Die hebben je ook collecteren, dat is altijd heel chic dat ze dat doen onder de optocht. Ja. Ook de combinatie van dat er iets te doen is en dat het voor amusatie is en dat mensen zelf ook creatief zijn en dat ze ook voor het goed doel. Dat vind ik zelf altijd wel heel fijn. Ja. Met al de PMD op de stoep zwemmen wij door Leurdals plastic soep. Oké. En wat is PMD? Ja, dat ben ik eerlijk gezegd gewoon uit. Dat zal het misschien. Nee, doe wel.
We kregen van de rigido plastic metalen nog gedommers. Ja. Maar ja. Ik weet het, plastic metalen merk pakken. Ja, maar wat het nog precies is, ze hebben er in ieder geval wel plezier aan. Dus ja. Dozen. Ja, maar dat is gewoon het nieuwe ophalsysteem in de gemeente Leudal. Dat ze het niet zelf voor slecht te brengen, maar dat ze de grote plastic zelf. Kunnen ze buurt op de stoep zitten op bepaalde dagen. En dat systeem dat moet nog even een heel klein beetje in zoom raken, zeg maar. Ja, 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 dus, dat is ook een nieuw kantje. Ja, 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 ja. Bij dat soort dingen. Maar we kregen nu tussen de soep en de erpelen door. Mm-hmm. Maar wat die dan precies doen, dat snap ik nog niet. Maar dat kan er niet liggen. Nee, dat beeld is nu waarschijnlijk goed. Ja, maar kijk. Kijk. Dan gaan ze tussendoor van alles doen, ja. Tussen de soep en de erpelen door, ja. Mm-hmm. Gaan ze het doen. Niet zo goed neuken om met te doen, dat is altijd zo fijn. Ja, maar we hebben de volgende alweer een beeld zinnig. Toch? Ja, dan kun je in een roggel. Ja. Kerkersberg, Litsberg, Wil van den Berg, Mussenberg. Mussenberg? Wie hoort in dit rijtje niet thuis? Ja, Wil natuurlijk, maar wat is Mussenberg? Is dat Mussenhoek? Dat is natuurlijk de Mussenhoek en dan hebben ze daar maar voor een gemakende berg van. Ja, maar ja, het is geen berg. Tenminste. Nee, maar soms moet ze een beetje. Creatief zijn, ja. Ja. Maar ik zie dat stijgingspercentage is vooral toch wel diabuurlijk om te fietsen. Ja, ook wie wil. Ja, ook wie wil. Ja. En als ze dan zo'n donkere hebben, dan moest ik helemaal wel die best doen. Ja, dat zie ik ook. En dan niet dat ook niet als de kip die komen en dergelijke. Ja. Oh, ja. Erg leuk. Levensgevaarlijk ook. Ja, ja, ja. Dat ja. Is de enige eenmaal met een pispot van alles en nog eens. Ja, de... ja. Zo. Om de dopingcontrole te voorkomen. Mm-hmm. Vriendenclub even doet. Nou, dat is wel gelukt. Mm-hmm. Oh, koninginnenrit. Daarom zult u die koninginnen allemaal op de fiets. Ja. Erg leuk. Kijk, ik heb hier het koningin langs. En ik heb dat mysterie van de soep in Erpelen nog even. Heb ik ook ontraadseld, want ze zat een bliksoep op mijn weg. En een paar Erpelen en dan moesten mensen daar tussendoor lopen. Ah. Trickst. Ja, kom er maar op, hè. Ja, kom er maar op, maar ook... Kom op de soep. Toch wel knap dat ze dat ontraadseld. Je hebt zo'n ontrafelje van zo'n rups gedaan. Ja, heb ik gedaan. Nummer 11 komt je aan. Mm-hmm. Toch? Kijk eens opstijgen de zon in. Ja, precies. Ja, dit jaar kunnen we niet klagen met de Sean Barbies op de wagen. Ah, oh. Dat zijn we anger als die Barbie. Dat zijn anger als die Barbie Brils Barbies en die... Let's go party, yes. Niks te klagen met die Sean Barbies op de wagen. Ik zit wel low broke, dat ik niet voor Barbie net gezond, maar ja. Vriendenclub De Knuppelen. We hebben dit voor elkaar gebokst. En we nemen dadelijk een stilte in acht, denk ik. Dat ja, doet wel dit net als ik twee keer van accelereren. Mm-hmm. Dat is toch wel hel. Lokale omroep is al geweest, denk ik. Piratenzender Sombrero. Piratenzender Sombrero, ja. Serieus, zit je in een livestream door de vaat? Ja. Ja. Lukt het? Ja, we mogen niet door een gang callen. Piraten Team Sombrero, moet je volgen. Voor al die piratenzieken. Ja. Vriendenclub maakt me gek. Nou hebben ze net gedaan met een inspirator zet als sombrero. De jackpot. Ja, tegenwoordig hebben wij geen cent meer te maken en daarom hopen we in het casino het met te pakken. Hartstikke leuke spreuk. Een casino. We hebben in ieder geval ook wel het bier gedronken, zo te zien. Ja, maar dat is een mod ook, hè? Ja. Wat ze, anders, bij stress kun je het toch niet tegen, wat ze
Hebben ze 100 euro geïnvesteerd en dan moeten ze die op zijn minst terug weer aan de skin ze weer geen boordje bedoelen bij dat veel te dure spa. Ik bedoel maar. Ja, dat bedoel ik. Maar ik ben nog nooit in een casino geweest. Oh, dan weet je het niet. Ja, oh, ja, waarom? Tegenwoordig hebben wij geen cent meer te maken, daarom hopen wij in het casino? Casino met te pakken. Ja. Dat met te pakken, ja. Ja, nou, helemaal goed. En dat zit in Wiebeste. Je zit met Filma, die hebben een grote auto. Grote wagen, moet ik zeggen. Ze hebben prachtig geschilderd. Oh, die kunnen zo op. Bij de satelliet bent dan op Vendel draaien, die auto's. Ja. Oh. Oh. We hebben hem. Oh, fijn. Maar we hebben ze een. De De Paw Patrol. Ja, het is serieus werk had je gedaan. Ja. Tja, de Paw Patrol. Ja, heel goed. Jee. Maar we hebben ze een, de Paw. De Paw. Ja, en wat ik wel ook heel leuk vind is dat de persoon die gearresteerd is en dat in die corridor dat hij zo'n goede zin heeft. Ja, dan krijg je ook die altijd beer, zo te zien. Oh ja, ja, dat is toch, dat is toch, ja. Maar misschien eens regelen dat, dat ze dat hier ook wat gaan doen. Ja, dat zijn wel heel jonge politici, hè? Ja, ja, ja. Maar ja, jong geleerd is ook gedaan, hè? Ja. Een schepnetje om ze te vangen, ook heel goed. Ja, met... ja Paw Patrol. Ja. Ja, ja, ja. Sluik reclame voor Jägermeister, die doen er wel nog maar een schepje bovenop. Ja. Ja, helemaal goed. Ja, dat heb je aan denken. De visagie van ons gezicht is door... door Min Hendricks. Ja. En Min van jong... 13. Ja. Lekker veel mensen op de been, ook altijd leuk. Ja. En gans in de verte in beeld zien we nog weer de volgende. Is dit zo barbecue? Ja, vastelovend speciaal. Maar wat er speciaal is, dan zullen we nog heel even moeten afwachten. Mm-hmm. Hij komt, hij komt. Ach, Kiki. Ach, yes, ja. Ja. De jonge police krijgt de les en instructies. Mm-hmm. De beurt is je boem vast. Ja. Het ziet er toch wel meer met polities. Ja. Mm-hmm. Kunst u lezen wat er staat? Nee. Ja, we hebben er nog niks aan. Vaste lovendje is wie een frikadel. Als een tegeltjeswijsheid, ja. Je moet het zelf speciaal. Je moet het zelf speciaal maken. Nou, tata. Vastelovendjes wie een frikadel, maar je moet het zelf speciaal maken. Nou, yeah. Hartstikke goed ja. Bedacht. Oh, maar dat doen ze wel heel enthousiast. Helemaal super. Godverdamme. Ja, dat is het eigenlijk wat kunnen. Maar die frikadel gewoon niet toch niet opeten? Oh, ik heb zangers net voor dit gevraagd. Oh. Smakelijk. Lekker! Maar goed, dat is zo'n badkuper. Maar we moeten dadelijk nog even zijn optocht gaan met de beste man afwijken. Ja, 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 ja. Goed bezig! Nou, maar wel dat we die dadelijk niet tegenkomen in de zaal of in een café of zo. Want, een tukje verbiede frietent. Of ze moeten dan gedaan zijn. Oh, daar komen weer Barbies, denk ik. Ja? Ah, ja. Hey, maar oh, nee. Ah, daar komen ze. De kakmadamme. Ach, zo. Het ziet er wel heel fijn uit, die kakmadamme. Ja. Ja, goed. Dus, komt er niet meer kakken. Ja, goed, maar ja, ze zitten toch alles bij. Ze hebben alles bij. Ja, ze zitten er ook discreet en decent. Dus ja, er is allemaal niks mis met. Nee. Alleen ja, er werd gedaafd gekakt in dit land. Hè. Ja. In de Chance Makers League Lounge. Kak maar dan maar. Helemaal goed. Oh, we zien ze nog een beetje aan de achterkant. Maar even kijken, wie doen we? Die... Oh, wacht even. Ja, ja, ik zie het. Zie je ze zich voortbewegen? Ja, als je wat doet dan. De kak maar dan maar. Ja. Leuke performance van de kak bij Adam. En die kriegen we een grote wagen, eigenlijk grote wagen. Sneer en kooi brengen ons niet van de wies. Met Vasseloven zakken wij niet door die is. Oké. Okay. Nou, dat liep me heel verstandig, maar dat is steenkort natuurlijk. Maar... Ja, ja. En dan was er weer dat wax in truc te vinden. Ja, maar overigens is het nog best lekker weer. Maar... Ja.
steer en kooi brengen ons neer van de wies. Met vaste lange zakken wij mee door het ijs. Ze hebben dan natuurlijk een uniek liedje bij, wat geen over de Maas, dus het is waarschijnlijk een neerse waar. Ja, rond te zien aan de Quibus achterop. Ja, zo aan nog aan de Harry en rond te zien. Nee. Ah, kijk eens. Prachtig stukje. En met de leersjes op en neer. Ja, kijk eens. Ja, jump. En zo is zo'n klein kindje met zo'n koptelefoon op. Ja. Dat vind ik wel heel fijn. Was van Oeijers is trouwens binnen de liedje van Roggel. Ah. Spek aan het boeren. Toen ging ik in de perenboom. Keileuk liedje. Perenboom. De zwarte kroos weer daar. Ta-da-da. Jocelyn Timmermans. Ik heb het niet over dat liedje. Ja, okay. Ja, maar ik heb het over de zwarte kroos. Goed. Toen zin. Ik ben niet goed geweest op een Zwarte Kroos op het festival. Oké. Okay. Maar hartstikke leuk. Oké. Okay. Ja. Maar het was leuk, de sfeer, de muziek, de mensen. De sfeer, de muziek en de mensen. De ambiance. Ja. We deden toen met Amnesty een stunt, maar dat zou je nog een keer vertellen. Eerst met Zee Keeper. Prima. Proud to be a farmer. Ja. Zonder smering loopt alles naar de tering. Ja. Maar het smeren gebeurt centraal met weer, denk ik. Ja. Ja, maar ze hebben toch ook een paar grote tonnen met speermiddel. Ja, zoals een beer, ja. Ja. Nou, goed gedaan. Kost die Ludo. Op wat ik zei, I love oil and gas. Mm-hmm. Oh, dat gaaf, ja. Of ze dat moest doen, maar ja, dat moet je daar voor dit moment zelf weten, zullen we maar zeggen. Ja, het kan een momentopname zijn, hè? Wat? Het kan een momentopname zijn. Ja. Perenboom. Ja, stop je. Hartstikke leuk. Ze hebben het wel mooi nog gemaakt, want de lup inderdaad gesmeerd. De lup is totally gesmeerd. Ja, dat is toe. Die doen de knikbeweging op mijn midden rechterarm. Ja, ja. Dat is dat ze gaat mankeren doen. Ja, dat is de Steven Shower uit of zo. Nee. Dit is een heel klein gaatje in de optocht, mensen. Maar daar moet je toch nog niks van aantrekken, want binnen de kortste keren is de volgende wagen er weer. Ja, we zien hem al. Kijk. In de verte met heel veel tekst op een bol. Oké. Okay. Elfje van een elfje. Ja. Nu zien we. Chansepas, SLK, Boeren Broeloft, Bontje Wijk, Receptie. De Messenjoekse Jatsen, de optocht naar het matinee. Nou, dan zien we toch al, ja, de optocht zijn we nu aan het matinee. Alle evenementen van alle de Chansepas. Ja. Mm-hmm. Boeren Broeloft. Ja. Steeds er ook bio, hè? Ja. Broeloft. Dat is leuk. Misschien wat. Fijn dat ze het zo op Rieken zitten, want er ontzaggelijk veel te doen is eigenlijk ook. Ja. Hè? Zo Roggel is een groot, fijn dorp, maar zo groot is Roggel ook gewoon niet. Maar in die evenementen is Roggel gewoon echt heel groot en groot. Nou, ik hoop dat het zo dik echt weer. Ja, vereniging Steffen met La Rochelle, zo dat flink aantreedt. Ja, ja. En La Rochelle, ja.
Gewoon niet gedaan. En ook allemaal mensen, die gewoon ook allemaal heel gezellig. En er stonden ook allerlei mensen op die gewoon als vrijwilliger steentje bij komen dragen. Dus, ja, hier gaan ze zitten. De chatterie. De ja. Marechotterie. Marechotterie en de chatterie, ja. Weer een dol kaaf. Ja. Ja, heel goed. Oh, volgens mij kon ze op mij zitten. Ze dat maar uitzitten. Ja. Dat valt net met zo'n lang drugs. Leek! Oh, oh, ja, ja. Oh, wat voor. Oh, nee. Ja! Ja! Geweldige performance. Het matinee werd hij getroffen. Marechaussee, ja, ja. Marechaussee-Marechaussetterie. Ja, lukt dat. Ja. Hey! De Leptidane verbieden ze vriendelijk was om het eerste optochtliesje in de heng te duwen met wat er allemaal kunt. De dochter van Huub. Ze heeft al het eerste gezicht en gelukt dat hij niet goed richt. Nou, maar die zien we nog niet in het beeld. Ja, dus, daar staat nu allemaal voor. Oh. Ah, daar zit hij. Ja, leeft al het eerste gezicht en paaf. Oh, dat is natuurlijk de kutje deur erachteraan of iets dergelijks. Ja. En die hond wel een job. Trots voor ietsje. Ah, leuk. Ja, dit is nog leven op het eerste gezicht. Wat ik nu zie, dat ik er niet voor geeft. En ja, daar doen we trots voor ietsje. Ja. Zeer goed bedacht. Dat is ook een onderwerp waar het echt wel in is, hè? Ja. Even kieken. Ja. Als ik jou kunnen we van een Nederlandse shit, zo is het. De vaste wel, ja. Tune op. Ja, dat is Luc. Ja. De werking omgeroepen, ja. Veel plezier. Yay! Go! Go! Dank je! De fles is nu zo vliegen als een miljoen. Wat kregen we? Ja, een soort vlugel. Ah ja. Zwarte piste. Nou, dames en heren, wij als commentatoren kregen hier dus het flesje toegeworpen. Al het goede zal hier worden toegeworpen. Ja. Dat is nu net gebeurd. Helemaal goed. Dat is toch ook weer een soort naastkantje club. Niks wat te zitten, nou, mooi goed gebeurd. Ja. En hoe krijgen we Barbie het kan dit jaar wel laten zitten. Oh. Of wel laten zitten. Dreamhouse, zinnig. Mm-hmm. Ik zit in Barry Farm. Ja. Salmone, ja, Vossie Groen. En ook Vossie, ja. Maar ja, allemaal sponsoring. Min Hendricks, Visagie. Ja, ja, ja. Barbie kan dit jaar wel autogeert. Nog heel net de Barbies. En die kennen de boven vandaan. Ja, stond het op. Oh, de onderaan is er nog... wel heel schoon en kennen, ja. 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 We hebben schatten. Denk het weer als een kades. Meneer met het rode vaartje?
Nee, met de rode mantel, dat is dat. Ja. Ja. Ja, ik wil dat het is. Ja, het V. Ja, dat gevoel heb ik ook. Hè. Zullen we misschien op eens kijken, maar dat duurt zo net. Ja. Maar we moeten ons concentreren op wat die virus is. En dat is, sorry, Huub V. Maar dit is, even kijken, nummer 3 en 2 die hebben gehoord. Dat is een oude die zin. Het Ondercover Prince Riek. Ah, ja, ja, misschien een uur die bij elkaar. Ondercover Prince Riek, want hij is natuurlijk ook Ondercover. Dus, ja. En dan zijn we natuurlijk ondergeslagen. En als commentator wordt we begeleid in de cover voor Roy. Huub V. Sorry, het was heel leuk, we hebben dat altijd keer gedaan. En ja. Tudeletadum. Nog even reclame in beeld voor de lokale winkel. Dat is heel fijn als we allemaal nog lokaal kopen. Je kunt echt alles en alles krijgen, zelfs nog een kamer als gezet is inmiddels. Ja. Ja, en vanmorgen smink. Ja, precies, smink. Ja. Oh, zo'n beeldcheck. Toch? Ruim. Ja. En mensen. Ruim en Schanzenbeckers vloggen en mensen. Dat is gewoon zo'n beeldje. Geen idee hoe het is. Ik hier in de oh, hey. Hey. Antoinette. Voor het allereerst is steeds deze meneer de prins Antoinette. Van Eddie van Gaal. Mag ik u voorstellen, Prins Wijnen. Het is altijd prins, dus ja, dat is één goed. Hele fijne carnaval. Wat te bellen. Bij je carnaval. We werden hier geweldig voorzien van catering, dat heb je natuurlijk wel gemerkt. En de mensen ondercover, daar hebben we geprobeerd contact te krijgen, maar dat is niet gans gelukt. Maar dat mag natuurlijk ook niet. Yeah! Het is een beetje aan het betrekken, mensen. Weer, maar dat trekken we ons niet van aan. Dan komt je buurvrouw toe, is ook allemaal hartstikke leuk. En we wachten op de volgende attractie, die zomaar voor ons hier op de weg voorbij kunt. Nou, die zitten er goed bij, hoor. Die wachten nog op de volgende. Die zitten echt zo'n beetje zoals in de bioscoop, hè? Ja, die hebben die stoel nog fijn op een beetje gezet. Alleen de popcorn ontbreekt nog. Nou, een hartstikke soort beeld, maar we zijn nog heel benieuwd wat er gaat komen. Nou, zelfs de regie is benieuwd wat er gaat komen. We beginnen gaat te zien. Nee, ja, gewoon niet. Wat zo aan die close-up beelden, zo, kijk eens wat goed gesminkt. Zou Min dat ook gedaan hebben? Ik denk het wel, ja. Min van 13. Heb jij ook zonnepanelen? Doe jij dat over? Want? Ja, dat moeten we even afwachten wat ze er wel van maken. Ik geef vriend trok met die zonnepanelen. Dat is de algemene klacht. Ja, ja dus dat is vooral met aansluit op. Oh, dat kwam er op chat in op dat bord, maar ik kon ze net niet lezen. Mm-hmm. Dat doen misschien dadelijk wel. Wacht hier even af. Ja, ja, zo wel moeten. Ja. Ja, dan kun je het. Nee, nee. Hallo, de boom. Niks door de zitten, dat heb ik. Ja, dat. Niks door de zitten, maar. Ah.
één letter verschil. Waar nog onze sheets had, dus niks op de sheet. Niks op de sheet. Hey! De Medicaat en Carnavals liedje van Lee hier, nu uit de Hoornstroon Tango. De Hoornstroon Tango. Oké. Okay. Die zet ook even op allerlei plekken. Dat doen ze nog met een zin natuurlijk niet. Ja. Ja, dan krijg je weer PMD. Oh ja. Die is dan van deze strontje. Ja. Die is van dikke strontje. Beter. Is dat Chris? Ja. Chris dus. Ja, Chris dus. Je kunt Chris maar dus. Dat was vorig jaar. Sint Triangel. Godverdomme. De volgende wagen, niks door te zitten, we zitten losse flodders. Ah. Of flodder? Ja, flodders. Maar flodder? Ja. Ah ja, de veuren zit je op stapel. Zal ik maar zeggen. Een hele vriendelijke huubstapel. Ja, de vriendelijke huubstapel. Ja, de huubstapel is toch altijd vriendelijk? Huubkasteren je stapel. Ja. 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 Nou, die hebben we er wel zin in. Ja, short. Ja, heel leuk. Wow. Johnny. Hallo. Ach, ik weet het. De opa is er ook niet. Ja. Een grote familiestapel. Met kleinkietjes. Ah, kies. Ja. Een open perspectief voor de volgende generatie. Maar vlodder en consorten. En fantastisch dat ze openen wat hier met een altijd gebeurt. Het oude beroep oefent. Ja. Namelijk aan het volgen de mensen zijn wat ze waren in boeren. Helemaal goed. Super leuk goed gebeurd. Chatterie Sint-Triangel. Komt dadelijk. Doe ze gaan. We zitten er even bij de vlodders, ja, dat komt Chatterie Sint-Triangel. Misschien wordt het gewoon gemaakt, je beelden. Ja, prachtig. En ook de Chatterie Sint-Triangel geeft dit jaar gas en wij laten niks zitten. Prachtig gemaakt hier. Ja, die is voldoor toch? Dit was dit, ja. Sorry, ja, de tip in zorgers. Ja. Ja. Die is nog een kaker. Ja. Ja, precies. Nou, was de kans van een prachtig afgewerkte wagen en een prachtig schilder. Echt heel erg leuk. Nee, Wirt. Ja. Ja, dan actueel, hè, want het is een beetje geduld geweest voor dat je Limburger rijden mocht en zo. Ja, ja, ja. Ah, kijk eens wat short. Grote groep ook, hè. Aangezien dat de wagen zo fantastisch is afgewerkt, is het dan een prachtige grote groep. Als je toch dan zit, maak het aan. Oké, leuk, die doen ook met. Ja, doen flink met. Dat doen ze ook altijd met
met die leger de Schuller ook al, met de basis Schulde Zwiek. Die doen nog altijd wekenlang oefenen met zelfgemaakte trommels. Ja. Door de orgels en de leraren en zo. Want die doen we echt met kleine ooie Limburger. Ja, ja. Kinder, OLS. Ja, short take. Short gewaagd. Welke groep? Ja. Oh, de groep Desi Haapje. Ja, Desi Groot Haapje. Ja, dat is belangrijk als samen marcheerten. Nou, die is een optocht, maar ik weet niet of we er ook hebben over gezongen, maar dat was Sint-Petrus, de maat. En die drummen toch ook wel fantastisch goed, dat heel strak, echt heel goed op te lopen. Voor je. Het huurde ik altijd bij die, ja, wat ze, drumband, harmonie, die huur wat er ook altijd bij om het geheel op te luisteren. Hè? Dat is een soort, het is toch niet alleen maar voor de leuk, zo'n soort... dat ze ook wel geacht werden om dat te doen, dus het is des te schooner dat ze dat ook echt weer doen. Ja. Dan komt dadelijk nummer 27 is nu in beeld. Even kijken. Geen gas doet Groningen, geen kolen doet die rondje. Wij trekken wel met de vaste loof het rondje. Donald Duck met een grote pot bier. In ieder geval een één. Ja, ja. Ah, ja, maar dat is ook wel 18, toch? Ja, dat is zeker. Dat is wel over het 70 ook dik. Ja, dat is Donald Trump. Ja. Zo ongeveer dan toch? Ja. Die is niet gespannen. Moet maar bij. Dus hier krijgen we dadelijk geen kolen doet de grond, geen gas, maar wij trekken wel met de vasselovertje rondje. Dus alleen het maken van zo'n wagen en een wijk van vasselovertje is natuurlijk echt geweldig als ze dat met een man dus. Ja. Tuurlijk. Echt zo om te zeggen, wie dat het enige tunnel is. Ja, hij duikt erop. Ja. Kijk goed, ga ze aan de Maas. Het is gevaar voor de storting met de geurten, dat is toch heel erg op 6:30. Ja. De dijk zit er al een beetje alsof het al dadelijk traaf geldt. Een halve bom in ieder geval. Ja. Ja. Inderdaad, keilolig gemaakt. Dat ze de fietsen nog tegenaan. Ja. Broog. Hamer en sikkel. Ik ben erboven, die is zelfs nog even ontspannen bij je, denk ik. Ja. Terwijl de workshop is, dat is eigenlijk vrijwillig voorheen hebben. Ja. John Thomas. Goed gedaan, mannen. En creatief. Ik weet zeker dat ze gedachten kunnen verzinnen als zo'n kolen of kolen uit een boontje. Ja.
het draait allemaal op het perfecte pletje. Nou, dat moet ik natuurlijk aanspreken, Paul. Qua pletje? Ja, pletjes draaien. Dat is, ja, er zitten wel pletjes, maar allemaal pletjes. Dat is een disco-bar. Ja. Ja, chatty. Met de kerkers, met z'n eerste allemaal. Ja. Erg leuk. Ja. Perfect plaatje. Perfect plaatje. Ja. Ja. Niks geïnteresseerd, maar ze zitten dus wel een perfect plaatje. Ho! Heel erg leuk. Wat een perfect pleasure. Ja, absoluut. Ja. Alles voor het perfecte pleasure. Ja, dat is ook een beetje de tendens. Alles voor het perfecte pleasure. Qua internet, Facebook. Mooie mensen op Facebook. Ook allemaal weer dat die perfecte plaatje. Maar die hele leuke groep en ook die kleine kindjes nog, de bier. Ondertussen dat bier zitten te kijken, passeren er allerlei vrolijke mensen. Net drie jongens, rood, geel, groen en rieken in een prachtig pak. Ah. Kijk. Ja. Dat is boven naar de Verrij, hè? Dat ook in harmonie dat hij altijd de zaak opluistert. Blauw, 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 iedereen zie je. Zit hij geweten, hij heeft de generator met gedaan. Goed als je dit het spul. Trrrr. Maar alleen dit moet. Oh, dit moet. Link van de speelgoed. Oké. Pa, 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 pa. Pa, da, 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 da. Grote club van de harmonie. Ja. En het was dan over zijn repertoire. Ja, Fiesta Mexicana. Ja. Dat is best wel voor zijn outfit, hè. Ja. Zoals wel great ook. Wist jij dat zelf? Oh, lang van tevoren, nee, hè. Ik ben altijd geïntrigeerd door zo'n noorslijk op zijn kom. Schönste im Leben ist die Freiheit. Ja, dames en heren, vandaag mooi de optocht van Slot met een slagerzanger neer. Ja. Proost, Mark, geluk met hem. Allemaal! Is het of de wereld zo zijn? Zaart is die lucht in de jungle zwaait. Goed zo. Doe stiemen ein. Zo, dan gaan we eens kijken, Sievers. Ja, dan gaan we eens kijken, Sievers. En dan gaan we eens kijken. Trubbelke. Goeie taboe.
Ja. Ja. Ik voel me steeds slechter. Oh. Hij kijkt ze wel hier. Ja, dat beeld is goed. Ja, dat heb je niet gehoord, dat is duidelijk. Ja. Is dat Chris? Ja, daar heb je het wel. Nee, dat is Deborah. Oh. En dat is net ook wel even dat ik steeds slechter word. Ja. En door kunt je. Ah, dat is leuk, ja. Ja, dan ga je op snuffels thuis. Dus dat zit een stuk van stage, ja, met een schooltas. Dan moet je er even gedaan als je doet. Leuk bedacht. Ja, oh kijk eens, wat een leuke boek. We pakken er niks van dit jaar. Oh, nu wel, pakken we er wel. Die pakken er wel van, ja. Heel goed. Ja, we hebben in ieder geval enorm een eet rollen. Dat is wel eerlijk voor de pizza. Ik had mijn klare taart gestond hoor. Ja. Het allemaal heel lekker goed ook. En dat is in heel goed aan het bakken, dus dat is even voor de klappen, want ja. Het ritme van de bekkeren. Mooi. Ja, het is een leuk gemaakt. Ja. Hier hebben we een bakhuisje. Ja. Ja. De bakker had niks van. Nou? Misschien wat meer uit te hebben gekregen. Oh, dat is een bierle hoor. Hij kan ook wel naar de buiten, toch? Ik wil wel eens de buiten hebben, dat weet je. Oké. Dit het als titel of als motto, dit studentenhuis kunnen we in deze dure tijd niet laten scheten. Oh. Ja, dat is wel. Als ik dat zo hoor wat er voor studentenkamers betaald moet worden, dat is gewoon een idioot. Oké. Wat hebben ze dat leuk gemaakt? Dat hebben ze ontzettend goed gemaakt, joh. Oh, fantastisch zeg. Nummer 54 en nummer 69, nee, beneden. Ja, ook bijzonder. Wat zou het deze kosten door een ving? Wat? Wat zou het deze kosten door een ving? Hoezo? Ja, dat is tenminste een min aanleg. Oh, een eenvoudig bruggetje, maar geweldig schoon gemaakt. En ook wat een soort neerseffect toch wel? Ja, want dit studentenhuis kunnen we deze dure tijd niet noteren. Ja, als het zo onschuldig veel moest betalen voor een kamer van 3x3. Ja, maar eens kijken wat het leuk gemaakt is. Ja. Ja, met die balkons. Echt superleuk. Ja. Balkons. Nou, ik heb de lift niet met, ik heb er gewoon weer zo'n studenten weer. Dus dan doen we die eerst. Ja, weer. Ja, sure. Er is weer zo'n wolken. Rustig is dat in de verte. Ja. Dat als titel rollen in een optocht. Dan wordt dat op steeds beter dan dit. En dan komen we zo maar dan kan men zo goed leren. En weer Barbie. Ja.
Bob is toch wel, spreekt het wel erg aan, hè? Ja. Ik vind het wel gelukt dat ze meer Barbie is dan ook een aardige optocht hebben, gelukkig. Ja, dat is wel waar, ja. Ja. Barbie Brils. Ja. Volledige vergunning. Dat is eigenlijk. Nou, twee wielertrainers zitten er allemaal keivrolijk goed. Ja. En volgens mij, als de opdracht afgelopen is, het vooral nog lang niet afgelopen met een begintje pas. Ja. Wie Briels, met Barbie. Vier. Leuk, ja. Nu klopt Jan. Ja, die Barbies, ja. Ja. Als ze kieken wat een enthousiasme voor hun energie. Ja. Nou, dat jongen met een paar deden het ook goed. Als Barbie. Ja, een soort kennen, hè. Ja, ik heb de hoofdrol. Oh, fijn. Ja, dat is ook wel een enorme hoofdrol. Ja. Nou, dan zit een bi-rol, ook een bi. Ja. En dan moeten we nog even kijken. Rolgerdien. Ja. En rolverdeler. Ook altijd hartstikke heilig. En dan hebben we nog een filmrol. Oeh, dat is heavy. Niet alle bijzonder. Ja. Helemaal goed. Ja. Okay. Goed. Ik ben Nancy. Ja. Ja, de bierrol en de hoofdrol en dan hebben we hier. Ik begin er helemaal van de rolduk. Zeer goed bedacht. Ja. En de rol op water. Oh, dan komt wel weer noemen. Oh. Niks loten, dat cheaten. Oh, alleen maar cheaten? Ja, nou, alleen cheaten loten. Ja. Nou, gelukkig is het open lucht hier, dus dat functioneert net. Ja, want als ik nu al door die beelden, dan zit het ook schoon te kiezen. Ja. Nou, dan kost het weer niet weg. Dus de uitdrukking gaas aan de weg, die zo dat nu een hele rare biesmaak krijgen. Ja, die smaak is ook wel goed getroffen. Ja. En de volgende is, we hebben raar, meneer. Zo op een oog kunnen we het alleen naar beneden zitten. Jelle rare meneer. Jelle rare meneer. Hè? Hey. Hi. Hallo. Ja, nog wel. Dit vond ik toch niet zo raar op de vorm met Geert. Nee, maar ik kijk wel een beetje dreigend. Ja, maar ja. Maar ja. Ik ben altijd getroffen door die kleding wat iedereen aan heeft. No. Niet of dat kan, hoe ze dat allemaal van haar voeren. Ja. Kijk, groot pekstje en zo, dan is het allemaal verder. Ja, meneer. Nou, leuk. Ja, meneer. Ja, meneer. Ja. Doe het voor. En
We hebben ramen neer. Ja. Hier. Hier alleen nog ramen neer. Vosselovens 94 in dit eentje. Ja. Vosselovens 94 in dit eentje. Ja, 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 ja. En die zitten allemaal in bad, zo te zeggen. Ja, met zo'n BC eentje. Met zo'n BC eentje. Zo'n bad. Ja, zo'n gezellig gezelschapseentje, zeg maar. Ja. Maar de ei had ook een snorkelbril op, zoals je dat. Wow. Ja, nou, ik kijk een beetje tegen de zon. En, dus, ja, maar ik kijk je klaar tegen de zon. Ja, dus als je denkt, wat zeg je niet weet ik, sommige dingen, maar even doen, even veel, want het goed zijn. Ik denk niet dat het drank, maar we hebben het flesje toegelaten. Nee, niet gans, moet ik eerlijk bekennen. Oh, oh, oh. Lekker. Zeg maar, als die in het bad zitten met water, wat dat vet dat die net, dan moet ik iets kort weer. Of hebben die wel water? Nee, vorig jaar had het lichaam van Christus. Ja, ja, dat was zeker 10 graden kooier als nu. Ja. En dit deed het ook met de bediening natuurlijk. Ja, nou. Ja, maar dan daar heeft vaseline op zitten. Body. Body is meer, George was nog een goed woord natuurlijk. Ja, ja, ja. Oh. VC, niet te proeven. Ja. Ja. Dan komt je. Ah. Luid en duidelijk. Of in ieder geval luid. Met de hangel in Ferries in Chalet stonden we morgen in een gezet. Ja, lekker feesten. De vakantie bungalows. Het is wel boemvol door, hè? Ja. Even voorzichtig constateren dat het eigenlijk zo is dat sinds het hele gedoe met corona en niet meer mogen zien en zo, dat het niet het feesten toch niet verleert. Het was eigenlijk een keer retorisch gesproken. Wat was het? Ik heb het gevoel dat de niet zo'n feest eigenlijk toch echt niet verliefd zijn. Leudalbos, Hansen, Kinkhoven, Dries. Wat? Dumpplaats. Ja, ja. Ja. Het is inderdaad verschrikkelijk wat er ja? allemaal ja, wat er wat gedumpt werd. Werd. Ja, ja, ja. Dat is nog erger dat gemaakt werd natuurlijk. Ja. Zullen we dat eerst bedoelen, Chase? Chic pakbon. Pac-Man. Pac-Man, ja. Chique pakman, nummer 38. Die ook zo die. Ook zo die waaitje. En leuk dat kindje voorin. Ja. Ah, dank je wel. Oh, geweldig. We kregen hier een mooie sticker met een geweldige sticker. Ja. Dankjewel. En ook reden voor de cameraman. Helemaal goed. En wat ik ook als Gert bedenkt, zoals ook het publiek Gert over kunt zeggen. Dus een chic pak-up zaterdag. Oh, dan krijgen we een nummer. Disco-virus en chance. Oh nee, we hebben nog hier chic popman. Ja, oh, we zitten nog met gelangers te kiezen. Ja, maar ja, de zon is soms, die steekt net tussen twee hoesjes. Dat is geen chic pak, meneer. Chic pak, man. Ja, dat moeten we dat doen. Ah, ja. Disco-virus en chance. Niks notageert in 3 dagen lekkere dansen. Ik
weer. Daar komen ze. 1, 2, 3, 4. Hop, hop, hop. Oh, een echte shoebox. Ja. Hoe leuk is dat? Dat is jammer. Wat een groep, zeg. Ja. Oké, nu verkleed gaan we nu een disco pakken. Ja, zo een discobol. En dan nog gans poppen er naartoe. Ja. Want dat is een luidje prestat. Met de kreet? Links wordt de shit, of iets. Ja, dat weten we nu wel. Oké. Wat een groep. Oh, dat is ook leuk, dat is van haar. Ja. Oh, dat zien we nog niet, hè? Even. Nee, dat is. We zitten ook in de disco. In de disco, gammers. In de disco. Allemaal veel disco horen hebben zo. De vroeg staat net van de spreuk of ik dat wist, maar we zijn gelukkig bij een van de schoonste spreuken van de Schanse, denk ik, vind ik dat die Tjur Salem was. Ja. Alles nog van hand. Alles nog van hand, ja. Ja. Stan van deur. Fantastisch, hè? Ja. Schots Cup. Zeer goed bedacht. Ja, de Shops Cup zit er steeds in beeld. Ja. Met de prins van Heur, Stan. Leuk gevonden, man. Van Heur lukt er wel werk van, hè? Ja. Ze hebben een beetje een apart vlog. Die kunt eigenlijk wel een beeld. Ja, uit deze wagen. Ja, hij is nu een beeld. Ja, hij is een beeld. Hij is gans een beeld, ja. Dus, we hebben niet kunnen lezen. Niks notificeert. Wijnbeeld was koningin, deten. We zijn even kijken waar die koningin is, want ja. Ik dat trouwens ze hier aan wilt eten of niet? Nee. En die nog weer met een streep door weer, ja. Dank je wel, ja. Heel erg gezellig. Ja, die hebben echt op wel lol werk. En aanstekelijk ook, hè? Ja. Ah. Ja.
Oh god. Oei, het klinkt serieus. Jan Linders moest de koffers pakken, maar Despar is ook niks. Zo. Ja. Ja, deze Spar is wel al caps. Beladen, ja. Ja. Ja goed, dit is een veel besproken onderwerp, hè? Ja, 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 maar ja, dat valt je aan tegen. Dat is een, oh, we kregen hier de nieuwe Prinses en de Geit op Pinkpop. Bij Geit, Prinses wel op Pinkpop of Deutsche Rechete. En Prinses, heb ik goed zien optreden? Ja. Nou, werkelijk fenomenaal. Oké. Okay. Met twee man en energie voor 30. Met hele... Ja, rare teksten. Iedereen blij in de rij bij de kinderboerderij, zo gaat het. Ja, ja. Het zit al een beetje op in kinderboerderij, ja, dan, wie jij doet, Beel. Dus, ja. Heet ze er wel heen? Of nee? Of duurt er een schuurtje met zitten? Dat is allemaal nog Prinses. Kent ze dat, Prinses? Nee. Oh. Nee, dat is net al verteld. Dus ik hoorde het in theater. Ik veel energie. Hoor ik nog van. Binnenkort. Op Kraamhuis zitten zo, moet je dan? Ja. Kraam, hè? Niet Kraam. Juist, de zon. De zon. Een heerlijk korte mooie kraam op te maken. Ja. Ja, we kunnen die tekst die doen in beeldkunst bieden op. Die kunnen we zien. Dus, het is een leuk bedacht, kunnen we maar zeggen. Een beetje zoloers, ja. Helaas is het dan van haar. Dus we hebben er geen kans aan, Stam. Ja, ja, ja. Stam, mooie man. Lollig bedacht. Ja. Mensen van Wagen 44. En dat komt net op 45, die hebben een hele sterke bandje. Oh. Met wie? Ongeluk. Oh. Dat is ook goed gevonden, dat is een trick. Ja. Nee, die trekken rond met de optochten. Ja. Ja, maar ze trekken zich de baas met een bandje, hoeft niet bij. Ja. Keileuk. Keileuk, leuke act. Met een sterke bandje, ja. Ja. Dat is in de categorie lichtelijk gewaagd. Schoonste tiet van het jaar, ja. Tiet? Tiet, ja. En zo is het. Als ik jou zo zie. Maar ze is al niet meer in beeld. In ieder geval de shortste tijd. Censuur, ja. Ah, daar zie je ze. De golf, Tuurlijk. Pas op. Dat is net een vaste overkeur, toch? Ja. De shortste tijd van Jokker, Fysias. Ik heb het hele beeld, maar ik hoop dat de roest heen is. Ja, dat kun je natuurlijk van de opwinding van zo'n shortste tijd van Jokker. We hebben nog altijd de achterkantje van de shirt, nu niet meer. Ja. Nu gaan we, nou, doen niet langs het kantje, maar toch allemaal een beetje met lachen. Ja. Dus dat is altijd goed. Ja, maar het zit toch hartstikke schoon doen zo. Ja. Toch? Ja. En druk? Ja. Dat vind ik echt leuk dat er zoveel mensen de moeite nemen om naar de optocht te kijken. Ja, maar.
zijn, maar ook ja, die stul, van de Kruik en zo, dat is op die gemaakt zitten. Bex Beerderby, Hertog Jan. Maken wij reclame nu? Nee, we zeggen wat we zeggen. Wat we zeggen? Oh ja, we zeggen wat we zeggen. Ja, we zeggen wat we zeggen. Nee, dat is niet waar. Man is was man is. Ja, dat geeft me te diep. Zo tief. Ik zie iets met prachtig kantje-achtig. Ja, zie je ook. Ik zie de spreuk van Stan. Ja, niks lotigeerde, doet als, als Wednesday. Wednesday. Maar ik moet zeggen dat ik dat nog niet gans begreep. Is dat een soort trouwdag, Wednesday? Nou, dames en heren, we hebben hier een mooi moment, we snappen het zelf ook niet. Dan gaan we gewoon door naar de volgende wijk. Dan maak je het publieksvraag van, we hebben dit wel snapt, je mag het ons dadelijk zeggen. We zitten op de Meulenweg. Wegnemers, we zitten op de Meulenweg, we hebben hier een aantal wilderscopycats, zo te zien. Ja, oei. We laten ons niet zitten. Willen we meer of minder wilders, we laten ons niet zitten. Ze hebben nog, nog liever Gert Wilger alles. Ja, ja. En de vrouwelijke helft van het gezelschap is redelijk wild. Ja. Net. Wat doen? Ja, klein beeldje. Kijk je daar? Dat zou ik trouwens echt op met de optiek. Dat is dat leuk. Dat, jong en oud en vooral ook. Die hele kleintjes, alles met een optocht. Hè? Dus ja. Dat is toch eigenlijk het beroemde thema. We hebben heel veel voor bieren gekomen de afgelopen dag. Met de paplepel ingegeven. Nou, dat is dus echt. Ja. Werd hier gesymboliseerd in deze optocht. Ja. Jong, wild, wilde bras. Jazeker. Laat hem gewoon en laat niks doen. Of met andere woord, niks laten schieten. Nou, leuk, ja, die kindjes. Echt een kikkie. Jong, wild, wilde bras. Ja. Born to be wild. Born to be wild. No. Dat is een rammel, ja. Ja. Prachtig. Ja, ze rammelen met de rammelier natuurlijk. Ja. Oh. En fijn, dat kleine kindje heeft ook een gehoorbeschermer op. Dat vind ik ook echt fijn. En dat ze stappen een loof vol zitten met Born to be Wild. Born to be Wild. Ja. Ja. Dan. We gaan naar de volgende. Dan kom je naar de dwarsligger in de postkoets. Ja. Ja, dat... Dat ken. Maar we hebben een dwarsligger. Zou ook... We hebben ook wat bedoeld. We hebben bij de formatie dwars zit gelegen, hoe denk ik. Maar dat werkt me niet aan, het gebeurt. Nee, maar dat begrijp ik goed bedoeld. Ja. Dat is wel een flinke dwarsligger. Ja. Dan wordt dat wel maar breed. Maar dat is natuurlijk, de dwarsligger is natuurlijk eigenlijk, postkoets is heur. Maar ja, dat kent natuurlijk allemaal vanwege Stan van Heur. Ja. Dus dat is, die puzzelij hebben dan wel goed. Ja. Of deden we niet voor punt? Als, nee, we deden niet voor punt. Maar als volgend jaar Frank van Helprins werd, dan hebben we weer allerlei kansen. Ja, oh ja, dat is een leuk zin, ja. Ja. Ingmar Heithuizen. Ja. De passie spelen. Mm-hmm. Een heel groot kruis, hè. Jan van Wiert. Met passie spelen. Hij heeft naar Jeruzalem nooit gegaan. Met passie. Ik dacht eerst, dat moet zo wel zijn, maar ik zie dat er onderaan aan zijn kruidse wiel kijkt. Dat is dan wel weer slim. Jezus! Dan een sleep niet de barste. Maar met dat wielke, ja, dan komt Pino een beeldje. Pino een beeldje, ja. Ja, camera, ja! Ja. Brengt je slipje door, want anders heb ze een zo'n show op het ding van de optocht. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dan was ik aan het kruiden.
Er komt weer een spar. Zo is dat? Op zich, ja. De versiering en schoen, maar is wel een beetje geknakt. Ja. Ja. Mankeert gedaan, maar het beeldt wel fantastisch goed. Ja. Ook wat mijn spar mankeert gaat. Ja, goed zo doen. Misschien gaat het dadelijk even tegen de camera vertellen, dat zo fijn zijn. Ja. Dat is een van de meest bekende Einzelgängers er ook al. Ja. Ja. Nou, mooi. Dat gaan we nu krijgen. Ja, we hebben nog de spar. Eigenlijk jammer, de spar, hè, want ja, vroeger bij de spar, bij Stemkes, dat was natuurlijk een hartstikke schone winkel. Dat is nu ook een hele schone winkel en nog niet alles is even duur, maar als, ja, weet je, men is toch een klein beetje goedkoper geweest. Ja, die zal zeggen, klein beetje, ja. Dit is ook schoon. Ja, het is ook een naadloos bruggetje. Ja, ik stond rood op een bank. Ja, naadloos bruggetje met het vorige onderwerp. Ja, ik stond hartstikke rood op een bank. Ja, ik kon het met de spar toch niet de show van geven. Maar, dit is... En de filmman heeft nog een hele schone. Oh, fantastisch. Ja, maar dat spaar is een beetje duur. Ja, dat zou ze toch wel kunnen zeggen. Ja, best wel. En dan hebben die komen nu 111 euro. En het schoonste van alles is, als deze bij kunt, veel te duur alles, keer gelegen het shot te krijgen. Zo, kent het. Nou, en de volgende. Dat is geen aanbieding. Ja. Ja, dat wil wel bieden op meteen, ja, niet leuk, hè? Ho. Ja. Was ik niet op voorbereid als ze dit nu ging zeggen? Ja. Ja. Ik heb het toch al gezegd. Ja, we hebben hier nog stand 2 voor Deusels aan. Maar dan kunt de jury nog blijven. Ja. Gert, die kan dus net vertellen dat het feit dat wij de eerste prijs hebben. Ja. En we doen het in spel. Ja, dat kunt ze nog wel. Ja, hoi. Wat is zo aan? Trek het je niet aan. Trek het ik maar aan. Oh. Nou, dan komt een paar waar. Ja. Nou, dat we hebben gezien wat Stan zich aan ons aan deed. Valderen. Nou, dan kunnen we even van genieten van Pawaaf. Nou, die zitten er... Het 14 jaar geweldig goed. Ja. Dat is alweer Ruud Cuvé. Altijd Ruud Cuvé. Jos. Ja, en Jos P. Pawaaf met Jos met de prachtige bas. Lekker aan het spelen, zit er gezellig goed. Ze hebben zich ook van alles aangedaan. Ja. Maar die zijn er geweldig goed, joh. Ja. En lekker op zijn wagen, dat is ook eens lekker. Ja. Die speelde trouwens op de senioren bij, die speelde die ook echt goed, vind ik. Ja, vind ik ook. Ja. En de echte dirigent, dat is hier van de, ik weet niet of jij een kind ziet, maar dat zit achterin. Nou, Dirk, er zal dadelijk toch wel een beeld komen. Nou, spelen Pava. Ja. Hey. Nou. Pava doet even kalm aan. Die hebben de prins ook een kans. Oeh, dat is wel heel diplomatisch gezegd. volgens mij is het dus gewoon de leste wagen. Hoe kan ik dadelijk de appeltaart van mijn microfoon af gaan putteren? En dan is dus sterk. Ja, wel ik ga zeer moeten doen voor spetter de verstoring geweest. Maar ja. Nou, dames en heren, die zit. Ik zie nou Jan Heemans en Charles Meulenleuvig, ja. Ja. Jan Heemans
gelowerd door de Sanse Meekers, ja. Omdat er al zoveel... En schrijven door, dat moet je net de 50 stop, toch? Zit net over film. Ja, vond je, ja, als schrijven niet film, geeft hij al op toch niet door? Ja, ja. Dat is allemaal, ja. Ja. Oh, een tubertjoen, hè, daar waag je. Nou, en toen doen we met z'n allen niks door te zitten, want dan komt het. Hoi! Het zit er allemaal heel vriendelijk, vrolijk en gezellig goed. Je zit er geweldig goed, joh. En het rijdt allemaal rond zijn eigen as. Ja. En de rode bietjes in de boog met de camera, dan zien we staan ook, ja. Ja. Ja, geweldig. Hoe leuk is dat? Ja, een geweldige prins, ja. Ja, maar zo, hij is zo'n beeld zo. Hij is zo'n noot, hè? We hebben weer een fantastische vaste avond. Ook dit jaar is het echt wel gelukt om het overal knoer en knoer gezellig te maken. En het allerbeste noot is, we kunnen vandaag nog gewoon, we kunnen morgen nog naar de matinee. En ik bedoel, gek als we onze geboorte genering eten, ja? Als we onze genering eten. Geet dan, hè? Ja.